Nee, we hebben met elkaar gezeten, en ik meen dat het eind 2014 was, over hoe willen we het beleid en de uitvoering uiteindelijk rond het afval gaan doen. En daarin hebben wij ook voorgelegd als scenario een vierde container. En daar bent u toen als raad vrij expliciet in geweest dat een vierde container een no-go was. De gehoorde discussie nu in de raad zie ik dat de grote meerderheid uiteindelijk wel het voordeel inziet van de service aan de woning, in plaats van dat iedereen alles weg moet brengen. En het belangrijkste is dat dan ook vooral de overloop, als mensen die bak vol hebben, dat ze in ieder geval nog wel bij de winkelcentra terecht kunnen. Dus alles blijft eigenlijk bij het oude. En als extra service wordt er een extra container bij de mensen neergezet op geheel vrijwillige basis. Als mensen hem niet willen, dan hoeven ze hem niet te accepteren. En dan zijn er mensen die hebben daar geen ruimte voor. Hoe gaat dat? Ja, de mensen die er geen ruimte voor hebben, hem toch graag zouden willen, die zouden bijvoorbeeld een van de andere containers in kunnen leveren. Ik zou eerder gaan kijken, probeer die ruimte te creëren. En aan de andere kant, als je de behoefte niet hebt, als je die ruimte al niet hebt, dan zul je waarschijnlijk ook de zakken niet altijd opsparen. Zoals ik dat thuis wel doe. Ik heb geen groot huis, maar ik heb er altijd 3-4 liggen voordat ik naar de supermarkt ga. Die zullen waarschijnlijk elke dag een zakje met kunststof meenemen naar de supermarkt. Misschien voelen die de behoefte niet om zo'n extra container te hebben. Het is een extra service en de mensen moeten zelf maar besluiten of ze dat willen, ja of nee. Nou, we zien nu dat er nog best wel veel PMD-materiaal, zeggen we dan, plastic, drankkartons en de metalen, PMD, metalen drankkartons, dat die nog wel bij het restafval zitten. Waarschijnlijk omdat sommige mensen het niet prettig vinden om dat elke keer mee te slepen naar de supermarkt. Voor die mensen wordt het in ieder geval een stuk makkelijker. En dan kunnen ze het dan thuis aan huis scheiden. En daarmee zal bij die mensen ook blijken dat de restafvalbak een stuk minder vol zit. Dit is een investering van zo'n 2,5 miljoen. En is dat rendabel? Ja, die is over 5 jaar, dus om het geheel even weg te nemen. Het is een forse investering omdat er om en nabij de 30.000 containers uitgezet moeten worden. En dat er ook een extra ronde ingelast moet worden om dat op te halen. Maar de opbrengsten die we nu hebben vanuit het plastic, die wegen daar tegenop. Dus kostenneutraal, dan kan het minimaal. Maar zoals het er nu uitziet, houden we daar als inwoners in totaliteit nog wat geld van over. Dus dat is alleen maar mooi. Dan zien we daar iets van terug in de vorm van een verlaging van de afvalheffing? Ja, we hebben dit jaar al een verlaging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Ondanks dat we de service ook hebben verhoogd naar de inwoners. Wat bijvoorbeeld gaat over het grofhuishoudelijk vuil. Naar het afvalbrengpunt brengen. Dat is verhoogd naar 500 kilo. Afhankelijk van het resultaat. Hoe goed mensen het afval scheiden, dan zal de afvalstoffen weer naar beneden gaan. Zoals afgelopen jaar ook het geval was.